In alle vroegte maakt Kees Stavenuiter zich klaar voor zijn 100ste fietsronde om het IJsselmeer. En voor de duidelijkheid, het is de 100ste ronde van dit jaar. Hoe vaak stapt u dan wekelijks, maandelijks op de fiets? Gemiddeld 2 keer en ik probeer elke derde dag te gaan. Dat lukt vrijwel niet altijd, maar dan schuif dat weer op. Maar wel 10 keer in de maand, 9 of 10 keer in de maand. Ik start hier. Ga ik naar een huizen? In totaal heeft Kees het rondje al 775 keer gefietst. En er is 1 ultiem doel. 1000 vind ik een mooi getal. 2,5 jaar schat ik het op dat ik dat hou. Als er niks tussen komt. Kees fietst eigenlijk altijd alleen. En dat komt omdat hij heel vroeg op pad gaat. Meteen na het rondbrengen van de krant in Andijk. Ik ga er 4:30 uit en ga ik naar mijn kranten toe. En als ik op tijd ben, dan kan ik voor 5 uur terugwezen en ga ik op de fiets. De ene keer ga ik linksom en de andere keer rechtsom. Hang van de wind af en hoe laat ik klaar ben met mijn kranten. In Den Hoever moet Kees noodgedwongen afstappen. Je kunt niet meer fietsend over de afsluitdijk, dus er zit niets anders op dan dit. Ja, de bus stapt u in. Is dat niet een beetje vals spelen? Nou, nee, want die 30 kilometer van de afsluitdijk heb ik al gefietst vanmorgen vroeg aan mijn krantenbezorging. En ik kom even tot 200 kilometer. Waar komt het vandaan, die liefde voor sport? Nou, mijn vader was een bekende elfstedenrijder in 63. Die was toen 17 in de wedstrijd. En die, door die drijf hebben wij dat ook wel. Bij ons werd er altijd over sport gepraat. En vooral na 63. Want stel je voor, als er weer zo'n elfstedentocht van 63 komt, dan moeten we er klaar voor zijn. Nou zal die wel niet meer komen. Dat is zo slecht weer. Maar dat is wel de achtergrond ervan. Maar de 100ste ronde van Kees was ook een barre tocht. Via de Houtripdijk belandt hij weer op Noord-Hollandse bodem. En komt hij rond 4 uur weer aan in Andijk, waar zijn zoon Kees hem opwacht. Koud rondje. Oh, het was zwaar. Vooral omdat je alleen bent. En, het was koud. Hoop wind. En ik begon eerder te regenen dan ik dacht. Met een uur aan het fietsen, toen was het al begonnen te regenen. Dus, En hoe voelt het nou de 100ste? Ja, nou, voldaan. Voldaan? Voldaan gevoel. Ja. Dat is alweer gelukt. Dus ik heb er 2 jaar tussenuit geweest vanwege mijn gezondheid. Ja. En ik heb vorig jaar de draad weer opgepakt. En het gaat weer redelijk goed.